Ja, welkom bij deze nieuwe video en we gaan het hebben over de Code Cube. Yeah. Oh, jullie waren er al. Ja. Maar waarom zijn jullie zo blij? Omdat het gewoon leuk is. Ja. Maar hoe weet je nou dat het al leuk is? Nou, we hebben het al een keer eerder gedaan. Alleen toen was het heel groot. Oh ja, toen was het groot. Toen was het al in elkaar gebouwd. Ja, toen was het heel groot. Ik laat nu even de foto's zien aan jullie, want vorige keer waren we heel geconcentreerd bezig om je eigen website te bouwen. We hebben met de school dus al een CodeCube traject doorlopen. De kinderen hebben allemaal hun eigen website gebouwd. Maar nu hebben we... de CodeCube Lite. Nou, zullen we gewoon gaan bekijken en dan hoor je straks wat wij ervan vinden. De inhoud van de doos bestaat uit... 6 zijplaten, dus dat zijn waarschijnlijk deze. Ja, hoeveel? 2, 3, leg er maar bij, dat zijn de inloggegevens. 5, 6. Die kan je straks gebruiken. We hebben hier inloggegevens. We zetten samen de CodeCube in elkaar. Met de CodeCube kun je dus je eigen website programmeren. De kinderen leren in HTML en CSS hoe ze een basis van een website kunnen maken in echte codetaal. Dit is een hele uitdaging voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool. En het mooie is dat dit dus met een fysiek apparaat kan, de CodeCube, en 2 tablets. En je kunt er stickers op plakken en beschrijven. Het is allemaal heel fysiek en wordt stap voor stap begeleid door het programma van CodeCube, wat je online kunt vinden. We hebben de CodeCube in elkaar gezet. Ja. Was het makkelijk? Nee. Het viel nog niet mee. We hadden gedacht dat het iets makkelijker zou zijn. Dat is wel leuk. Wel leuk om te doen, om zelf te doen. Dus de kinderen kunnen het prima zelf. Al vond ik het zelf ook wel leuk om te helpen. Dat weten jullie, toch? Ja. Hey, en nu? Wat gaan we nu doen? Want we hebben dus hier, er zitten stickers bij. Er zitten whiteboardstiften nog bij. We hebben 2 tablets nodig. Die moet je er zelf wel bij doen. Die zitten niet in de doos. Die hebben we erop gezet. En nu kunnen we... Nou, je moet op de tablet of iPad of wat het ook is, moet je met je licentie aan de slag. Ja, dan hebben ze online de stappen zitten, dus dan dus vanaf nu gaan we verder op de tablet? Ja, papier. Gaan op deze ik ga wel googlen. Anders zet papier maar weg. Puk, mag ik de code zien? Oké. Hoe wordt de website gemaakt? YouTube. Kijk achter de scherm, oké, dan hier. Leuk! Wacht even, dat is heel belangrijk. Nee, dat is niet. Voor de mensen die willen weten wat de code is achter YouTube. Maar die kunnen. Wow, Instagram is echt heel erg. Oké, wireframe. Geen verschil. Zijn er verschillende vormen gemaakt? Nee, we moeten nog mooie vormpjes eromheen maken. Oh ja! Oh ja! Dat is altijd heel belangrijk. Dat is het idee. Zo, heel mooi. Dit is dat is de uitwerking. Dan? Nou, nee, gewoon laat me overleven. Zo, we even kijken. Een mens bestaat uit een hoofd en een lichaam. Dat is net als later wel. Een head en een body genoemd. Head en body. Maar we zijn hier toch niet voor biologie? En dat is samen HTML? Een head met een zonder streepje. Als ik hem naar afkrijg. Ja, anders pak je die allemaal onder de kast, zodat we daar nog langs kunnen schrijven, zo aan die kant. Ik heb het uit mijn kamer, heb ik ook van een doorzichtig. Oké. Nou, we hebben het uitgeprobeerd, we hebben hem in elkaar gezet. We hebben een deel van het programma gedaan, maar ja, dat hebben jullie de vorige keer al gedaan. Dus wat vinden jullie überhaupt van een eigen website maken? Leuk! Ja? En kan je nu ook een beetje HTML? Ja. Wat heb je erover geleerd? Speciale codes te gebruiken. Ja, om te beginnen. Toch? Ja. Ja. En Puk? Nou, ik vond het wel met de... want dan begon je dus met HTML. En dan had je dus het hoofd. Ja, dat zie je ook gelijk hier voor of in de zijkant. Ja. Moest je daar op plakken met stickertjes. En die kon je ook wel afhalen. Ja, alleen ze gingen wel een beetje snel kapot. Ja, deze eentje die is een beetje gesneuveld. Maar jullie waren zo inventief eigenlijk. Dat jullie gewoon met een stift het erop hebben geschreven. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ja, het is wel jammer. Maar toch is het opgelost. Ja. Ja, heel handig. En
Jullie hebben ook je eigen site ontworpen aan deze kant. Of je eigen ontwerp gemaakt voor een Minecraft website. Ja. Ja. Hoe vind je dat nou om je eigen website te hebben, Eva? Leuk. Nou ja, wat ik ervan vind, ik vind het vooral handig dat hij dus in en uit elkaar te halen is als meester. Want je kunt hem dus gebruiken op je school en ook weer makkelijk verplaatsen. Wat ik wel merkte was dat de tablets vrij los in de houder zitten. En wij hebben hele dikke hoesen, dus ze moeten echt wel uit de hoes om hem hierin te kunnen zetten. Goed, het is wel heel handig, want het kan er ook weer af en weer op. Wil je zelf ook aan de slag met de CodeCube? Kijk dan even op mijn blog of op de website van CodeCube.nl. Want die dames van CodeCube, en dat is het leuke, het zijn twee dames die het bedacht hebben als afstudeerproject. Ja, die verdienen wel nog meer aandacht en je kunt dus ook de CodeCube Lite aanschaffen. Nou, vergeet niet om een duimpje omhoog te doen natuurlijk. Ja. En je te abonneren op mijn kanaal voor de nieuwste video's over ICT in de klas. En dan zeg ik tegen jullie, dankjewel. Graag gedaan.